Hey gasten, Skillman VVZ hier vandaag, episode 8 van So Much Banter FC. We zitten online in divisie 8 en offline in divisie 10. We moeten nog één wedstrijd offline gaan spelen om dat managerpakketje vrij te gaan spelen. Dat gaan we binnen een paar episodes doen. Maar eerst, wil je FIFA Ultimate Team coins kopen, ga dan naar de FUT Store. Link staat in de omschrijving voor een snelle en betrouwbare service natuurlijk. We kijken naar de teams, dan zien we dat we een reserve team en een main team hebben. Met een aantal gouden rare spelers erin, zoals Dyer, Vorm en Deulofeu. Maar we hebben ook dus contractuele problemen bijna, want Rodwell die heeft nog één contract en dan moeten we een nieuw contract voor hem gaan kopen. Gaan we ook deze episode doen natuurlijk. Daarnaast krijg je weer twee wedstrijden van mij, om maar gelijk te beginnen met de eerste wedstrijd van de twee. Die ga je nu als tegenstander zien. Dat is het team van Elton en dat heet Seer. En dan kijken we naar het team en dan zien we dus dat het een non-rare slash rare zilver bronzen Arabische competitieteam is. En deze wedstrijd belooft veel spannends te worden. Hier gelijk al een kans voor ons. Mitroglou kapt naar binnen en kan schieten en schiet dan op de keeper. Dan komt er een ingooi voor ons. Sissoko vindt hier Sinclair. Sinclair kapt naar buiten met een chop. Vindt dan hier de vrijstaande Mitroglou. En dan is het wel al 1-0. Lekker vroeg in de wedstrijd. 9e minuut. Konstantinopoulos met zijn volgende goal. Dan houden wij de druk op de ketel voor de tegenstander. Krijgen we hier nog een paar kleine kansen. Zoals deze van Sissoko die van afstand probeert. Gaat meters naast. Maar dan is het de tijd voor Cattermole. Kijk wat Rodwell hier gaat doen. Die paas naar Diaby. Dan Cattermole. Prachtige kapbeweging. En ziet de vrije ruimte. Keeper is kansloos, kan er alleen maar naar kijken. Lekkere goal van Cattermole dus. Komt er nog een kans voor ons? Zeker weten. 27e minuut. Nathan Dyer met een prachtig schot. Moet je opletten. Roulette. Paf. En wat een goal. Wat een effectbal. Omdat hij zo mooi is. Eventjes in de herhaling alsjeblieft. Nathan Dyer dus met zijn volgende goal. En dan komt hij nog één keer hier in de herhaling. Knal hem er maar in. Yes, hier is hij. Nathan Dyer hier neemt de bal aan, doet dan de roulette en schiet met vol effect zo de bal langs de keeper. Heerlijke goal van Dyer. Dan komt er nog wat extra druk van ons hier in de eerste helft. Cattermole vindt Rodwell die helemaal vrij door is gelopen. Keeper komt uit, dus ik probeer een schot en die gaat net over de goal. Helaas, we zien wel dat in de stad te zien is dat wij het heel goed hebben gedaan. 9-5 tegenover 1-1. Tegenstander komt er bijna niet aan, dus hier de tweede helft begonnen. Mitroglou vindt Diaby. Let op wat Diaby gaat doen. Paf, schiet net naast. Helaas. Jij dacht dat hij zat, hè? Ik dacht het ook, maar helaas niet. Rodwell doet een klein kunstje hier, vindt Rieter. Rieter ook van afstand proberen. Schiet ook helaas naast. En dan vindt de tegenstander het genoeg. Rage Quittium komt totaal geen druk zetten tegenover mij. En daarmee winnen we dus de wedstrijd met 3-0. En hebben we 12 punten na 4 wedstrijden. Dus we zijn op een winning streak hier zo. Het is tijd om de contractuele problemen op te gaan lossen. Want Rodwell hier, ga je zo meteen zien, heeft geen contracten meer. Dus ik beslis en ik ga contracten voor 150 coins ophalen. Even heel snel, 150 coins, dat is heel slim voor jou om ook te doen. Je kan gewoon op een open bod van 150 coins heel makkelijk een hele hoop contracten binnenhalen. En dat kost je dus praktisch niets. Dat is beter dan discarden van spelers. Daar ben ik eigenlijk niet zo'n fan van. Moet ik helaas straks wel doen met hier in dit team. Je gaat het zo meteen zien, want Britain is ook op zijn laatste contract. Die hebben we gekocht voor 350 coins. Volgende tegenstander, Spanish Premier heet het. Kagawa, Eto'o, zien we Sturridge, we zien Young, we zien Ramirez. We zien Lennon met David Luiz, Colaccini, Clichy, Tsjech en een wildvreemde Socrates achterin in de verdediging. Een heel sterk team, dus een gouden rare team. Dit wordt ook een hele zware wedstrijd. Hier komt de eerste kans voor hem. Moet je opzien, Distan gaat hier de fout in. Vindt Eto'o. Eto'o kan doordribbelen en kan schieten. En wat een redding van Oustari. Die redt geweldig. Prachtige paas van Deulofeu later. Marvo ziet hier dat Sinclair... Iago Aspas naar binnen loopt. Die kan schieten en schiet net over de goal. Helaas dus ook geen 1-0 voor ons. Dan komt er een kans voor hem. Hier Ashley Young kan vrij doordribbelen. Hier nog een keer selecteert de verkeerde speler. En daar is Eto'o voor de 1-0. Helaas dus 1-0 achterstand en het wordt nog erger, maar eerst hier Young moet je zien. Wat een tackle van Evans, dat is zeker zwaar rood, toch? De scheidsrechter beslist geel te geven voor die tackle van Evans. Niet een slimme tackle in ieder geval. Hier breekt hij er, lijkt het dat ik eruit breek hier, maar hij pakt met David Luiz de bal. Paas dan naar Ramirez en die ziet dat Eto'o de run maakt. Hier Eto'o niet te stoppen door Evans die ook op geel loopt, dus geen risico wil nemen. En Eto'o schiet hem feilloos binnen in de 45e minuut. Dan zien we de halftime stats. Die ga ik heel snel doorskippen, want je ziet dat het zeker voor zijn voordeel ligt. Helaas. Komt er wel een kans voor ons hier. Marvo vindt Santon die gewoon mee is gelopen. Santon ziet dan dat hij hier naar binnen kan inhouden. David Luiz, beetje ongelukkig. Santon, let op Aspas. Wat een actie en wat een goal. Iago Aspas, geweldig doelpunt. Neem nog Colaccini mee, lijkt het wel. Iago Aspas maakt dus een prachtgoal. En omdat hij zo mooi is, wederom de herhaling. Hier zien we Santon, paast op Aspas. Die doet een
mooie scoopturn en schiet hem dan feilloos binnen. Lekkere goal van Aspas. Delefeu hier aan de bal, die paast ook op Aspas. David Luiz is te laat en daar is Aspas gelijk 2 minuten later voor de 2-2. Mijn tegenstander die vindt dat er heel veel druk ineens van Aspas afkomt, besluit dan het spel stil te leggen en ook hij besluit uiteindelijk na een lange tijd dat je moet wachten te ragequitten. What the fuck, het staat 2-2 in de 60ste minuut. Wie gaat er dan ragequitten? Ongelooflijk, maar in ieder geval, deze wedstrijd telde niet mee voor ons. Dat is wel balen, omdat het een gelijk spel is geworden. Alleen de contracten lopen natuurlijk wel af en de fitness ook. En dat besluit hier Britain, zoals ik hem zie, voor 350 coins. Dan maar te gaan discarden voor 304 coins. Maken we 46 coins verlies. Het is tijd voor de volgende verdediger, of middenvelder moet ik zeggen. En dat is Henderson. Ik wil Jordan Henderson gaan kopen. Daarnaast zei ik, we gaan op zoek naar nieuwe spelers voor een nieuw team. En omdat ik niet goed ben in een zilveren toernooi, ben ik van plan om het zilveren toernooi te gaan spelen. Want what the fuck, Rick, waarom doe je dat dan? Het is gewoon nuttig voor mij om een keer te oefenen in een zilveren toernooi. En omdat we op een winningstreak zijn, kunnen we misschien ook wel het zilveren toernooi gaan pakken. Ik besluit dus een Zuid-Afrikaanse hybrid te gaan bouwen met nog een aantal andere competities erin. Welke competities dat zijn, dat zie je binnenkort. Eerst gaan we de Zuid-Afrikaanse spelers binnen proberen te halen. Ik kijk eerst naar Masilela, de linksachter met een heel goed schot. Ik zie een bot voor 200 coins, daar kunnen we overheen voor 250 coins. Dan zoeken we een links voor van Orlando Pirates, dat is Mazuku. Dat is een links buiten trouwens die ik dan moet hebben voor deze opstelling. Zie ik heel veel Mienis, maar ik zie uiteindelijk ook Mazuku voorbij komen. Mazuku is een 5 sterren skiller, dat is het voordeel van Mazuku. Die wil ik heel graag in dit team hebben. Op een gegeven moment vind ik er één hier met een open bot van 150. Besluit ik een bot van 800 coins op te doen. Hopelijk halen we hem binnen. Dan besluit ik ook nog een middenvelder te gaan zoeken, want er moet nog wel een link zijn met Mazuku. Jali is veel te duur. Sowieso van de Orlando Pirates zijn er niet echt veel, maar van de Kaizer Chiefs is hier eentje. Daar ga ik een bot op doen. Ik ga de naam niet eens proberen. In ieder geval, je gaat zien wat voor team dit gaat worden in de volgende episode. Ik dank jou weer hartstikke voor het kijken. Ik bedank jou ook voor de like en voor de deel natuurlijk. Daarnaast zie ik jou graag terug voor de subscriber showdown die morgen online komt. Mijn naam is Skillman VVZ. Dank je wel voor het kijken en dank je voor de abonnee natuurlijk. Ik zie jou later weer terug bij de nieuwe So Much Banter FC. Later! Toernooi spelen offline. Daar zo meteen meer over. En dan de volgende keer misschien wel het team van de week. Of de week daarop in ieder geval. Even kijken hoe we dat gaan doen. En dan besluit ik eerst eventjes een paar honderd coins aan contracten uit te geven.